Hallo, vrouwtjesprinsesje. Ja. En daar hebben we onze rode rakker. Hey, kereltje. Hey, man. Ja, lieve vrienden, het is weer woensdag. Ik wens jullie als eerste een hartelijk welkom weer in een gloednieuwe vlog voor vandaag. Het is woensdag, het is 21 maart. We moeten allemaal te stemmen. Degenen die dat al mogen qua leeftijd. Allemaal gaan stemmen. En we leven om 10:21. Rond een uur of 11 komt mijn mannelijke begeleider weer. We zullen even zien. Ik heb alweer een hoop gisteravond klaargemaakt. Rekening weer betaald. Het was zo'n hele kleine lachende rekening, €2. Maar het moest toch gedaan worden, weet je. En dingen ingevuld, in enveloppen gedaan. Er hoeven geen postregels op. Nou, mijn stembiljet staat al klaar. Dus dat komt allemaal goed. Ik neem jullie vanmiddag uiteraard mee met mijn GoPro. Die zal ik zo meteen even aan de lader leggen. Dat die toch weer vol genoeg is. En ook de reservebatterij zal ik in de lader doen. Want ja, die kan leeg geraken vanzelf. Dus ja, ik neem ook niet mijn afstandsbediening voor, omdat het mij nog te koud. Want die moet om mijn pols. En dan zit je pols bloot. En nee, ik heb mijn handschoenen aan. Dus ja, gaat een beetje moeilijk allemaal. En wat is er dan? Oh ja, ons prinsesje heeft er heel wat te vertellen. Hé? Moet je vertellen? Nou, je mondje dicht. Een mrouw. Hé? Mrouw. Een mrouw. Oh. Dat ja, lieve vrienden, ik ga koffie maken. En een broodje, dat ga ik even eten voordat mijn begeleider komt. Ik ben al buiten geweest, want ja, ik moest mijn handjes aan wc even schoonmaken. Maar voor de rest, allemaal weer goed. Ja. We gaan door. Tot later en veel plezier voor vandaag. Hey schat. Hey mijn prinsesje. Ja, lieve vrienden, ik heb weer het een en het ander gedaan. Mijn persoonlijke begeleider is al geweest. Ik ga nu een bakje koffie maken. Dan zal ik iets doen wat de kippetjes van mij niet doen. Dan ga ik mijn hondje weer terughalen naar binnen. Dan ga ik mijn jas aan doen. Dan pak ik mijn booster. Die rij ik naar binnen toe. Dan doe ik mijn jas eruit. Dan drink ik koffie op. En dan ga ik met de booster aan de gang. Ik ga proberen die lijmranden die op mijn scherm zitten, waar jullie tegenaan kijken met de GoPro, zal ik trachten te proberen schoon te maken. Ik heb al classics klaarstaan en ik heb Mr. Mussel klaarstaan. Kijken wat het beste helpt. Dat we zullen het beleven. Ja. En dan hoop ik dat. Ik probeer eigenlijk ook een ander plekje voor jullie te vinden. Maar ja, als dat niet lukt, dan lukt het niet. Nee, dan blijven jullie staan waar jullie staan. Kan ook niet zo doen. Nee, ik probeer veel, maar als het niet lukken wil, ja, dan gaat het gewoon niet. Maar in ieder geval, we proberen het. En dat is dus het, ja, dat is alles wat ik kan doen. Ja. Misschien dat een ander een oplossing heeft of een idee heeft van hey, misschien daar of daar. Ja, alle hulp is welkom om jullie beter zicht te kunnen geven. Dus kom maar op met jullie tips en ideeën. Dan hoor ik het wel. Schrijf maar onderop aan deze vlog. Dat ik hoor jullie reacties daar graag over. Maar in ieder geval voor nu zeg ik, degene die nog niet gestemd hebben, ga te stemmen. Ik ga vanmiddag ook. Ja, ik neem jullie mee. Enkel, ja, wat ik stem, gaat jullie niks aan. Dat is weer privé. Dus, maar in ieder geval, tot later. Ja, lieve vrienden, en dit is dan dus mijn scootmobiel.
Ja, dat bordje heb ik ooit van mijn man gehad. Amazing Woman. Zo noemde hij mij omdat ik vanuit mijn hart werkte. Ja, je hoeft van buiten niet mooi te zijn als je van binnen maar mooi bent. En zo was mijn man net zo. De buitenkant is maar de verpakking. Het gaat om het inwendige. Ja, en dat heeft hij mij ook gegeven. Ja, hij vond mij er gewoon lekker uitzien. Nou ja, daar ben ik hem dankbaar voor. Dat bordje dat is dit jaar 10 jaar oud. Ja. En hier, ik weet niet of jullie dat kunnen zien zo. Hier zit een kring. En daar zit een kring. Dat is dus lijm, want daar hebben 2 stickers gezeten. Ik heb hier getracht het proberen weg te krijgen, maar dat zijn krassen geworden en dat vind ik weer een beetje zonde. En dan kan ik gelijk helemaal schoonmaken, want dat ziet er niet uit. Nee. Dus ja, en daar staat de GoPro. Maar ik heb hem hierop gehad. Althans, ja, alleen nog aan de andere kant. Maar dat wil ook weer niet, want dan rammelen jullie weer tegen die knop aan de binnenkant aan. Dus ja, dat voelt ook niet prettig. Dat trilt als een idioot. Dus ja, ik heb toch mijn handen nodig. Ja, dus ja, ik heb mijn hand altijd hier. Ik heb wel zitten te denken om hem dan hier weer te zetten, maar ik moet ook bij mijn... Bij dat knopje kunnen komen, dat is mijn richting. Dat is rechts, dat is links. Ja, en ik moet hierbij kunnen, mijn hendels, dat is gas geven en aan die kant is het achteruit. Ja, en daar zit mijn telefoon altijd in. Ja, ik weet het even niet, we zullen het beleven hoe we dat gaan oplossen. Aan de voorkant, ja, ik heb verder ook niet een bevestiging dat ik hem daar af vast kan maken. Dan kun je wel zeggen, ja, voor op je mandje. Nee, want dan heb ik hem niet in het oog. Want dan kun ik hem hier bij de bloemen neerzetten. Maar ik moet hem ook zelf in het oog houden. Ja, en dat gaat dan niet. Nee, dat vind ik een beetje eng. Ja, dat vind ik gewoon eng. Dat kan ik wel aan mijn mandje vastmaken. Nee, dat vind ik eng. Dat doe ik liever niet. Dus, dan heen niet in het oog. Ik wil weer zeggen, doe de bloemen weg. Nee, daar ben ik ook aan te herkennen. Iedereen vindt het leuk. Mijn knuffeltjes en ja, die. Dus ja. Dat moeten we dus oplossen. Maar het komt ook wel goed. Ik ga nu weer sluiten. En het begint trouwens ook te betrekken. Ik hoop dat het droog blijft, want ik moet pas het einde van de middag die kant op om te stemmen en voor mijn paspoort. Want ook die loopt ten einde in april, dus ik moet sowieso naar het gemeentehuis. Dus lieve vrienden, tot straks weer. Ik laat het jullie wel weer zien. Ja, de booster heb ik helemaal schoongemaakt. De stofzuiger staat er zelfs bij, want de voertuig heb ik ook gezogen. Het zag er niet meer uit. Dus ik heb hem helemaal schoongepoetst en glimt er weer tegenop. Mijn lamp weer schoon. Kan iedereen me weer zien. Alleen nog wat ik niet krijg gedaan, dat is dus die lijmkringen, hè. Maar ja, het zit er ook al in augustus, wordt dat 2 jaar dat het erop zit. Dus ja, het is oud en dan krijg je er echt nou niet eraf. Dus ja, ik weet even nog niet hoe ik het met jullie moet hebben. We gaan er sowieso wel mee. Maar ja, ik weet nog niet hoe ik het even moet hebben. Of het nou wel daar blijft, ik weet het nog niet. Ik ben even weer een bakje koffie aan het zetten. Mijn scherm is ook schoon. Enkel, ja, daar zitten krassen op. Er is er ooit iemand geweest die heeft het met keukenrolpapier afgedroogd, het scherm. Er zitten krassen op. En ik denk dat het mijn zwager is geweest. Ja, maar ja, kan er ook niks aan doen. Zit er ook al wel weer 2 jaar erop. Dus niks blijft nieuw, hè? Nee, echt niet. Was maar zo, maar niks blijft nieuw. Maar ik ga weer verder. Ik ga even puzzelen.
wat ik doen moet. Ik heb nog twee tasjes wat ik ook aan mijn booster kan gaan binden. Om spullen kwijt te kunnen. Dat ik niet altijd een eeuwig mijn tas mee moet slepen. Daar heb ik ook een hekel aan. Iedere keer weer. Als ik nou netjes weg ga, oké. Maar ik wil dat ook wel eens thuis houden, weet je. En dan kijk ik dat hoognoodzakelijke dingen mee kan nemen. Dus dat ga ik eraan ophangen. Dat is die stuurtas en nog een zadeltasje. Dus het komt allemaal goed. Dat ga ik al eerst aandoen. En en mijn koffertje die moet mee kunnen van de Copro. Ja, die moet ook mee kunnen. Mijn koffertje kan niet in de stuurtas. Daar heb ik al geprobeerd. Maar dat gaat niet. Dat is het koffertje weer te hoog voor. Maar ja, komt goed. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot straks maar weer. Toelidoki.
Thank you.
meisje. Groetjes van thuis. Ja, daar waren we weer, lieve vrienden. Mijn hondje heb ik net even water gelaten. Ik ben weer thuis, ik heb wasfoto's gemaakt. Maar op het gemeentehuis, stadhuis, wat er boven stond, ze konden mijn afspraak niet zien. Dus ik ga even computeren. Ik wil dat toch even weten. Heb ik het nou mis? Of, ja man. Kom maar aan. Ja, liefie. Ja, ja. Zo dan. Zo dan. Ben je zo blij? Hoppata. Ben je blij? Oho, ben je zo blij? Oho. Waar is je bal? Ik weet niet waar je bal is. Oh, in de keuken denk ik. Ja, vrouwtje die zal er straks al wat in doen. Moet eerst hier kijken. Ah ja, zie je wel. 27 maart was het pas. Ik was dus aan buis. Ja, ja. Ik niet alleen. Ook Karin. We dachten echt dat het vandaag was. Maar vandaag is het niet 27 maart. Het is vandaag 21 maart. Ja, ik voor niks die hele rit gedaan. Ik had ook dichterbij kunnen stemmen. Nou ja, andere week dus. 27 maart, even zien. Welke dag is dat dan? 7. Oh, dat is... Nou ken ik al... Nou ken ik, ja. Even zien. Een dag later dus. Ai, ai, ai. Nou ja, jammer dan. Pech. Toch? Je kunt niet alles in je hoofd opslaan. Ik ben geen lopende computer, nee. En ik dacht toch echt dat het vandaag was. Nou ja, jammer. Maakt niet uit. Nee, ik heb eten voor mezelf gehaald. En ik heb al een toetje voor Astrid gehaald voor vrijdag. En uiteraard een bounty voor bij de koffie. Ja. Ik ga zo meteen even lekker genieten. Ik zal mijn kookbrood uit mijn tas halen. De boel aan de lader gooien en allemaal. Het moet allemaal weer opgeladen worden. Dus ik zeg, lieve vrienden, tot straks maar weer. Ja, lieve vrienden, ik heb hier heel wat lekkers in mijn pannetje zitten. Champagnezuurkool met suikerspekjes en... ananas en een stukje gele paprika en een stukje rode paprika ga ik wel leggen. Dus ja, dan heb je gelijk een beetje Hawaïse zuurkool. Daar zit een halve rookworst in. Dat is ook lekker. Mijn bord is dus nog leeg. Maar mijn wijntje die staat al klaar en mijn koffie staat klaar. En ja, ik kon er net niet, tenminste vanmiddag kon ik niet verder met mijn pc. Want de pc was weer eens een keertje vol. Dus ja, maar eventjes... Ja, en zo ziet het op mijn bord eruit, hè? Ziet het er goed uit? Zit enkel de spekjes aan elkaar. Nou, die haal ik even uit elkaar met mes en vork en er doorheen hutselen en lekker eten. Wil je dat even voor je schoonmoeder doen? Dus die heb ik in mijn pc gelaten op afstand en die heeft even voor mij ruimte gecreëerd. Ja, want dat kan ik... Helaas, niet zelf, nee. En dat ligt, oh heerlijk, mijn neus. Dus ik draai hem gauw weer om, want dit is niks voor mij. Nee, hoog ga ik weer. Oh, 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 oh. Ja. Dus ja, dan doen we het zomaar even. Ga ik naar mijn hondje toe. En die heeft even opruiming gehouden in de pc. Zodat ik straks weer even de rest van de filmpjes over kan zetten. He? En hij heeft al lang al gegeten, vrouwtje moet nog eten en het is, loopt tegen 7:30. Ja. Ja, het loopt tegen 7:30. Enkel die loopt achter, want die loopt op batterij. Die loopt ook tegen 7:30, maar die is aardig op tijd. Nee, die is ook alweer te laat.
Haha, ik heb het licht aan, heel logisch. Dus ja, maar dan, oké, het komt er allemaal weer. Oh, wat lief. Allemaal wel weer goed. Hé, prinsesje en mondje. Ja, ja. Waar is die andere? Die zit daar. Die zit daar. Ja. En dan ga ik zo meteen eten. Ik maak er geen stamppot van. Nee. Ik doe het met zo'n gaatjes sleef. Met die plastic. Die pakken we er even bij. Daar doe ik het mee. En dan schep ik het op mijn bord. En dan is het lekker. Dan ga ik zo even proeven om te zien of het gaar is. Dat lieve vrienden, te zeggen een fijne avond en tot later. Doei, doei, doei. Nou, hoe lief zijn die nou, hè? Zo mooi. Die ligt gewoon te slapen. Meisje ook. Hoe lief. En daar ligt er ook eentje slapen. Hey meisje. Hey mijn meisje. Was jij wel wakkertjes? Hé? Was jij wel wakkertjes? Hé, je bent weer zo vol. Meisje toch. Ja. Ik vind het zo mooi, hè. Daar geniet ik van. Ja. Ik geniet daarvan. Ja, en lieve vrienden, ik ben ook weer bezig met mijn videopad. Daar staat weer het een en het ander te wachten. Dat wordt een kort filmpje, niet zo heel erg lang. Maar daarentegen wordt de volgende weer wel lang. Want dan... Dat is die van vandaag, dat ik met de GoPro weg ben geweest. Jullie mee hebben genomen, dus dat wordt wel weer een lange. Ja. En ook jullie zullen dan zien een andere man met een camera. Ja, enkel, ja, er is geen geluid omdat de GoPro in een huisje zit. Dus het geluid horen jullie niet, maar het maakt niet uit. Daar is de rode, die wil eruit. Die cameraman, dat is van de televisie. Dat hoogstwaarschijnlijk kom ik ook op de televisie samen met de persoon waar ik op heb gestemd. Ja. Dus dat vind ik ook wel leuk. Maar dat zal dan wel lokaal worden. Maar als het zo is, ik krijg een uitnodiging en gegarandeerd, ik ga erheen en ik ga vloggen. Ja, ja. Komt allemaal goed. Voor nu zeg ik... Voor straks wel rusten. Slaap lekker en mooie droom. Gezond weer op. En tot aan de andere kant van de nacht. Met jou weer lieverd. Jij. Ja. Hij is lief, hè? Ja. Zijn ei of je kopje. Kom eens kijken. Jij. Hij is lief. Wel rusten.